Hallo beste mentor, in deze video willen we jullie graag het praktijktraject van onze eerstejaarsstudenten lerarenopleiding lager onderwijs uitleggen. Maar vooraleer we van start gaan, willen we jullie graag bedanken voor jullie engagement en inzet om samen met ons de leerkracht van morgen op te leiden. Laten we starten met de MOVE, de visie van onze opleiding. De M staat voor Make a Difference, leraars bewegen voor kinderen en jongeren. Leraars worden gedreven door wat kinderen en jongeren bezighoudt. Ze geven onderwijs vorm vanuit het perspectief en de leefwereld van de kinderen en de jongeren. Leraars geloven in de emancipatorische kracht van het onderwijs. Ze tonen hun passie voor leren en ontwikkelen. Leraars stimuleren de kinderen om de beste versie van zichzelf te worden. De O staat voor Open Your Mind. Leraars bewegen met hun hele zijn. Een leraar is een identiteit. Leraars zijn authentiek, inspirerend en innovatief. Ze nemen engagement op voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Leraars zetten zich actief in voor een betere wereld. De V staat voor Value Knowledge. Leraars bewegen met kennis van zaken. Zo houden ze zich bezig met het opzetten van krachtige leeromgevingen, houden ze rekening met diversiteit, ontwikkelen ze een brede kennisbasis en nemen een onderzoekende houding aan. Ze moeten tevens in staat zijn om de transfer van de inhoud naar de kinderen toe te maken. De E staat voor Enjoy Teamwork. Leraars bewegen samen. Samen maken we school. Samen ontwikkelen we school. We gaan actief in dialoog. Deze vier rubrieken vindt u terug op het beoordelingsformulier. Voor u ziet u de opleidingsonderdelen. U herkent allicht de verschillende leerstofonderdelen die in het lager onderwijs aan bod komen. In combinatie met de pedagogische wetenschappen en de praktijkleergemeenschap is dit het aanbod van de opleiding. Praktijkleergemeenschap vormt de brug tussen de praktijk en de verschillende opleidingsonderdelen. Dit wordt begeleid door de studentencoach. De focus ligt hier op leren van elkaar. We staan stil bij gebeurtenissen, lesonderdelen, verschillende vormen van aanpak, klasmanagement, visualisatie en nog veel meer. We buigen ons samen over de vraag: wie ben ik als leerkracht? We gaan tevens praktisch aan de slag met de kaders van de opleiding in combinatie met het functioneren in de stageklas. Binnen praktijk leergemeenschap hanteren we enkele focuslijnen. De praktijk is opgedeeld in twee fasen. Enerzijds is er de praktijk in uw klas. Anderzijds is er de praktijk buiten de schoolcontext. Het betreft hier het opnemen van een maatschappelijk engagement. Voorbeelden hiervan zijn huiswerkbegeleiding, ondersteunen in een asielcentrum en dergelijke meer. Dit start pas op in het tweede semester. Maar u bent natuurlijk meer geïnteresseerd in de stage die de student bij u gaat lopen. Laten we even kijken naar semester 1. Door de coronamaatregelen hebben we er als opleiding voor gekozen om de stage gedurende een heel schooljaar in dezelfde stageklas te laten doorgaan. De klemtoon ligt hier op het breed verkennen van het kind in al zijn contexten. Ook verwachten we dat de student inzicht krijgt in het beroep van een leerkracht. Ze verkennen de stageklas en de stageschool met aandacht voor de huidige coronamaatregelen. De algemene focus ligt op de grondhouding van de leerkracht als essentie van goed onderwijs. De student komt hiervoor 10 keer bij u op bezoek. Daarnaast zal er ook een docent van de opleiding op bezoek komen om de student te coachen. U als mentor heeft een belangrijke stem in het leerproces van onze student. Laat u maar gaan in het coachen en aarzel niet met het geven van feedback. Ook het evaluatiedocument dat u mag invullen op het einde van het eerste semester is voor ons als opleiding van kapitaal belang. De student zal u dankbaar zijn. In het tweede semester ligt de focus op het leren van de stijl en het inzetten van de didactische kaders. De student werkt krachtige leeromgevingen uit en groeit in het leerkracht zijn.
Hiervoor krijgt hij ondersteuning vanuit de opleidingsonderdelen en de leergemeenschap praktijk. In het tweede semester komt de student 9 keer op onderzoeksdag. Tevens volgt er ook een stageweek. Binnen deze 5 aaneengesloten stagedagen wordt verwacht dat de student het volledige aanbod overneemt, inclusief bewegingslessen en lessen Frans. Op de bewegingslessen worden ze echter niet beoordeeld. Deze 5 stagedagen worden in onderling overleg ingepland tussen 10 en 21 mei. Mogen wij alvast vragen om de stageopdrachten tijdig aan de stagiair te bezorgen, zodat ze zich voldoende en uitgebreid kunnen voorbereiden. Ook tijdens dit semester volgt er een coaching en in de stageweek een beoordelend bezoek. Op het einde van het schooljaar volgt er nog een algemene evaluatie. Dit weer afhankelijk van de huidige coronamaatregelen. Van de student wordt verwacht dat hij steeds schriftelijk voorbereid voor de klas staat. Hiervoor maakt de student gebruik van het lesvoorbereidingsschabloon van de opleiding. Daarnaast verwachten we van de student dat hij een volledige dag aanwezig is. Zelfs wanneer hij of zij geen les geeft, wordt verwacht dat hij actief participeert. Het praktijkgroeischrift is een medium tussen mentor en student om in overleg te gaan over het handelen van de student. Van de student wordt verwacht dat hij of zij uw notas gebruikt als reflectiebron. Laten we nog even inzoomen op de evaluatie aan het einde van het academiejaar. Doorheen het jaar worden verschillende pixels verzameld van de student. Deze pixels zorgen voor een helder beeld van het handelen van de student. Deze worden samengevat in een syntheseverslag. Dit syntheseverslag wordt gebruikt als bron voor het driehoeksgesprek. De student, u als mentor en de studentencoach kijken dan samen in welke mate de student voldoet aan het beheersingsniveau van 1 BALO. Dit verslag krijgt zijn finale oordeel op de praktijkevaluatie. Wij hopen van harte dat deze video u voldoende ondersteuning heeft geboden. Mochten er toch nog vragen zijn, kunt u altijd terecht bij de studentencoach. Veel succes in het op pad gaan met onze student. Tot snel! Dat was het.